En welkom bij een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Voordat ik begin, vergeet zeker niet te abonneren. Doe thumbs up en laat een comment na of jullie een van de outfits leuk vonden. Door de titel zullen jullie wel weten dat dit een try-on en unboxing haul van Shein is. Dus ik heb voor jullie wat zomeroutfits en nog meer gekocht, zodat jullie het niet moeten doen. En dan kunnen jullie kijken of het mooi is of niet en of het past. Ik heb hier een grote zak. Ik denk het grootste pakket wat ik ooit heb gekocht van Shein. Letterlijk. Dingen vallen er constant uit. Het was een dure aankoop dit keer. Maar wel voor een goed doel. Dus ben benieuwd. Ik ga alles uitpakken. Alles wat ik heb gekocht, zowel bikinis als kleren, is een maat small, wil ik er al even bij zeggen. Dat is denk ik het belangrijkste. Ik ga alles eerst unboxen en dan ga ik alles proberen. De eerste. Tegenwoordig zit alles, by the way, van Shein in zo'n leuke zip bags. Nice. Het is een bikini. Het is een super mooie bikini. Ik vond het geweldig hoe dat op de site stond. Het is zo heel glanzend stof. Maar het is super mooi. Het is in maatsmal. En dit is de top. Zo ziet de top eruit. Vanachter is zo'n band. Maar ik denk wel dat het gaat passen. En dit bind je, twijfel, rond mijn nek of rond mijn waist. Daar ga ik eens opzoeken. Dan. Oeh, een outfit. De eerste outfit is. Oeh, yes, yes, yes. Is een top. Gewoon een effe wit topje. Zo. Super mooi crop topje. Het is een two-piece op een rokje. Een rokje met zo bloemetjes. Het is blauw met bloemetjes. Dat is super mooi. En je bindt dat zo op je zij. Ik had wel, denk ik, de rok iets anders van kleuren voorgesteld. Op de website stond iets anders. Maar we zullen direct zien. Dan. Dit is ook een outfit waar ik naar uitkijk. Een zomer sportoutfit, workout. Dit is de zomersportoutfit. Ik denk wel dat die zo ging of zo. Ik ben niet meer zeker. Maar ik geloof niet dat het twee bandjes waren. Ik dacht dat één bandje rond die nek moest. Maar het is wel dezelfde kleur als op de site. Ook dit is weer een maat smal. Het voelt al super goed qua kwaliteit. Ik denk wel dat het gaat passen. Ik hoop het. En dan een bikershort voor daarbij. Dit was ook een maatsmal. Super mooi. Ben benieuwd. Outfit. Nee. Het is geen outfit dit keer. Maar het is. Ik deed dit ervoor voor mijn krullen. Omdat ik nooit, bijna nooit probeerde echt te vermijden een krultang gebruik. Maar ik deed dat met een badheelsriem en twee elastieken en een speld. Maar nu heb ik dus echt de echte haardingen daarvoor gekocht. Dus je doet dat op je hoofd, je klemt dat vast en daar draait je je haar rond. Je doet dat dan met die elastieken, maak je dat hier zo vast en dan gaat je ermee slapen. En dan heb je 's ochtends heel mooie krullen en die houden langer als krullen met steltang. En dat is veel gezonder voor je haar. Krultang. Dus ik was daar super benieuwd naar. Ik had dit ook al op TikTok denk ik zien verschijnen.
Er zit alleszins al een mooie, stevige spel bij. Ik heb dit in de kleuren roze, maar er zijn meer kleuren, hè. Dus je doet dat zo op je hoofd, je spelt dat vast en dan draait je haar daar zo rond. Ik zal daar wel nog eens een tutorial rond filmen. Want dat is super fijn en super gemakkelijk om te doen. En het houdt zo goed. En dat is zo fijn. En dan ben je niet zo lang met je haren bezig. Je gaat gewoon slapen en je hebt 's ochtends je krullen. Dan. Next. Is weer een two-piece, denk ik. Ja, dit is ook een two-piece. Wanneer komen de bikinis? Dit is een shortje met luipaardprint. Super comfy. Heeft wel geen zakken, maar lijkt me wel een super luchtig shortje. En er zit ook weer een crop topje bij. Terwijl dit keer een heel dun stofje. Ook een maat smal, by the way. Zo, one shoulder. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat geven. Dan. Deze keek echt naar uit. Ik had echt zo geen mooi wit kleedje meer. Dus ik dacht, ja, Shein, ideaal. En dus we kopen een wit kleedje. Super mooi. Denk totaal niet doorzichtig, denk ik. Dat is ook goed. Dus dit wat je hier ziet is op je rug, by the way. Dus met een V-hals. Super cute. Kleedje. Super mooie rug. Is maar open tot hier. Dus is ook niet te ver open. Ik ben benieuwd. Dan, next is een bikini. Yes. Ik hou daar zo, ja. Soms neem ik deze wel mee zo op vakantie, zo die tasjes, omdat dat wel gemakkelijk is. Omdat anders je bikinis altijd zo doorheen gaan in je koffer. Zeker als je in het vliegtuig gaat. Neem ik soms gewoon deze tasjes mee. En daar steek ik dan mijn bikinis gewoon in. Dus dat is wel heel gemakkelijk. Nice. Dit is een paarse. Is wel. Dit is het broekje. Ik denk niet dat op beeld zo duidelijk is wat voor paars het is. Het is ja, zo meer lila kleur. Het is wel. Het broekje was veel breder van achter op de foto. Dus niet zo uitgesneden. Daar ben ik niet zo'n favoriet van. Maar oké. En dan heb je het topje. Dit is het topje. Dus dit is voor rond de nek. En van achter is het zo. Dus dat kun je van achter ook nog herstellen. Qua maat. Ideaal. En van boven kun je dus binden. Dus deze gaat wel zeker blijven zitten. Alleen van broekje ben ik niet zo wauw fan. Maar we zullen zien als we het aan hebben. Misschien verandert het dan nog. Next is deze. Dit is ook, ja, hoort wel tot bikini van Shein, onze bikini collectie. Maar ik had ook veel mensen dat al zien dragen op een short of zo. Of gewoon een jeans short of zo. Maar lijkt me klein. Een beetje kleine cup. Maar oké. Ben benieuwd. Gaat passen voor jullie. Yes, we zijn bij de bikinis, mensen. Yes. Amai, dat voelt stevig. Ik ben benieuwd. Dit is super mooi. Denk totaal hetzelfde als op de website. Ook qua kleur. Ik hoop dat jullie het ook te goed zien. Ik heb mijn ringlight aan, dus normaal zou het voor jullie ook duidelijk moeten zijn. En dan hier hebben ze een mooie strik van gemaakt. Maar het is zo'n top.
weet niet of jullie het goed kunnen zien. Er zit wel niks in. De cup, of hoe noem je dat? Maar het is met zo'n metalen dingen. Dus ik hoop dat dat comfortabel zit. En je bindt op je rug en op je nek normaal. Of op nog een plek. Ik weet het niet. Het zijn veel lintjes alleszins. Maar het ziet er wel uit als op de website. Alleen, ja, er zit niks in van moesje of zo. Dus dat is wel spijtig misschien. Het ziet er wel groot genoeg uit. Dus ik ben benieuwd. Hierna hebben we... Shein geeft tegenwoordig, als je zo voor een bepaald bedrag koopt, altijd gratis iets. En wij hebben een gratis toilettas in het munt. Super simpel, maar ideaal. Kan ook voor make-up borstels dienen of zo. Leuk. Next. We zijn er bijna. Nee. Daarvoor heb ik te veel gekocht. Dit. Daar kijk ik wel echt enorm naar uit. Het is zo'n gehaakt kleedje. Cover-up. Voor, ik denk, op een short kun je dat dragen. Maar ook over een bikini. Ideaal. Zo echt zo bohemian stijl. Echt zo mijn stijl meer. Ik vind het echt super mooi. Daarmee ook dat ik deze top had gekocht. Dus ik hoop echt dat die past. Want ik hou van bohemian stijl. Next is, ik denk, mijn laatste bikini. Dus ik ben heel benieuwd. Dit was ook een super mooie bikini trouwens. In het blauw. Yes. Looks so pretty. Oh my god. Oké. Ik weet wel niet naar welke kant dat metaal moet. Doe dat even zo. Zo. Geen idee eigenlijk trouwens. Dus is donkerblauw. Maar super mooi als je getint bent. Toont feller. En van achter zijn zo drie straps. Die het vasthouden. Super mooi. Ik heb ook minder tan lines. Maar super mooi. Ook zo met dat gouden metaal er in het midden. Alleen moet ik nog uitvinden hoe die beugel moet zitten. Andersom, geen idee. Dan, dit was trouwens een three-piece bikini. Dit is een broekje. Ik ben wel benieuwd. Het lijkt mij wel vrij uitgesneden van voor. Dus, maar bij Shein moet je soms opletten. Het lijkt soms... Als je het vast hebt, fel uitgezien. Maar als je het aan hebt, misschien minder. Dus dat heb ik ook al gehad. En dan zat er... Voilà, bij. Een rokje. Of hoe noem ik dat weer? Ik weet het niet meer. Maar oké. En kun je zo binden. Dus super mooi. In dezelfde kleur. Ideaal voor vakantie. Next zijn... Al mijn juwelen. Ik ga ze gewoon van de schoot uitgooien. Ah nee. Nog één ding voor de juwelen is clips. Ik heb zo clips gekocht. Voor als je bijvoorbeeld je make-up doet, dan kun je je haar zo... Zo is het ook wel cute, maar het is vooral voor dan dat ik het heb gekocht. Ik zet alles nog eens in de beschrijving. Als jullie er iets van willen kopen. Wat heb ik allemaal hier? Ik heb veel. Als die juwelen willen goed vallen. Ja, dit was een ketting. Zo, een ketting... met een vlindertje en steentjes erop. En hier heb ik een palmketting.
Dan heb ik nog gekocht. De palmketting heb ik gekocht omdat ik van die gouden palm oorbellen heb. Dus ik had er nog een ketting bij, dan heb ik nu een matching. Dan heb ik voor de zomer armbandjes gekocht. Voilà. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hier staat zo love op. En dan zo, hoe is dat, goud, wit, gekleurd. Dat is zo helemaal terug in. Is super cute voor op vakantie. Of gewoon in de zomer om te dragen. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik een ketting gekocht. Als ik hem open krijg natuurlijk. Dus dit is, het is meerdere delen waaruit de ketting bestaat. Uit twee delen denk ik. Ja, uit twee delen. Dus je hebt eerst... Ja, je hebt deze. Dat zijn gewoon zo pareltjes. En dan heb je het tweede deel. En dat is... Andersom. Zo'n ketting. Dus dat is zo gekleurd. Gekleurde pareltjes. Het zijn eigenlijk drie kettingen in één. En dan hier van voor zit er zo een schijfje met een roos is dat denk ik. Dus ook wel super cute. Past ook wel bij de armbandjes. Dus ideaal. Even wegsteken. Dan scan ik dan mijn juwelen kwijt. De palm is tonen. Dit is de palm. Dus ik hoop dat hem vol. Maar dit is de palmketting. Ik heb daar dus oorbellen bij die daarbij passen. Dus dat is ook cute. Dan de vlinderketting. Deze heb ik ook met een reden gekocht. Omdat ik namelijk verschillende oorbellen met vlinders heb gekocht. Dus blijkbaar in de mode voor deze periode. Dus ik dacht, doe eens mee. En ik vond hem ook nog wel cute. Dus de ketting. Dus hier is zo één kleine vlinder. En dan hier heb je de grotere met steentjes. Dus super mooi. Ik ben benieuwd hoe ik deze hier terug in ga krijgen. Dat zal ik zo doen. Wat hebben we dan nog? Welke doe ik eerst? Ah, hier. Voor de oorbellen heb ik een oorbel voor in uw oorschelp, heet dat, ja. En dan kun je die ook zo, dat is dan met een steentje voor te klikken. Wacht, als ik hem te pakken krijg. Ik weet niet of jullie hem zien, want... En dan met zo'n steentje. Daar zit ook een vlindertje aan. Dan voor in mijn ander oor gewoon een vlinder. En dan voor in mijn ander oorschelp een... Vlinder met steentjes. Focus slecht vandaag, sorry. Ik zal de juwelen ook proberen aan te doen als ik eraan denk. Ik zit ook een beetje in tijdsnood. Ik ben gehaast vandaag, dus... I'm gonna hurry up. Hier zijn zo schelp oorbellen. Super cute. Ik heb trouwens al mijn oorbellen buiten die van de vlinder hier juist. Zijn zo click-ins. Als jullie begrijpen, je steekt hier wel door, maar dan klik je die van achter vast.
Dus ik vind dat ideaal, zeker voor de zomer, als je veel in het water zit en zo, die verliest je minder snel dan de gewone met die schuiver. Shit aan. Dan, voor bij de schelpen heb ik ook enkeljuwelen. Enkel schelpjes en een effe witte een enkel armband. Dus heel cute. Next zijn mijn ringen. Ik koop altijd ringen op Shein. Sommigen van jullie zullen dat misschien weten, sommigen niet. Maar ik vind het gewoon fijn om te dragen. En ja. Sommige mensen vinden dat mooi, sommigen niet. Iedereen mag vinden wat hij wil. Mij interesseert dat eigenlijk ook niet echt wat mensen ervan vinden. Ik ga ze aandoen, anders kun je dat echt niet zien. Voilà. Ik hoop dat jullie hem zien. Dus een vlinder, een gewone. En hier heb ik ook nog van alles. Ik hoop dat het zichtbaar is. Voilà. En dan heb ik keiveel oorbellen gekocht. Ik denk dat ik ze gewoon hier even op tafel ga uitleggen. En dat jullie het zo kunnen kunnen zien. Want het zijn er 9 paar, denk ik. Dus best wel veel. Ook zo van die clip in. Dus ideaal. En dan ga ik beginnen met alles te passen voor jullie. Zo, hier heb je hartjes. Takjes. Sterretjes, vlinder. Dit is een bloem. Dan hier slangen, sterren, een stokje, een vlinder en dan nog een slang. Outfit nummer 1. Super cute. Super tevreden. Het zit goed. Outfit nummer 2. Super mooi. Zit super goed. En super tevreden. Ja, geen zakken, maar zit super goed. Zakt niet af. Super. Dit is outfit nummer 3. Het is mijn sportoutfit. Oeh. Zit super goed. Is super fijn. Super stevig. Op 2 manieren dragen. Zo gaat ook. Dus optie 2. Dus dat je het gewoon als sportbandje draagt en niet gekruist rond je nek. De eerste bikini. Zit super goed. Je bindt die zo rond je waist. Een klein beetje dichterbij komen. Vanachter zit hij ook heel goed. Komt over uw billen, dus dat is ideaal. En is mooi afgewerkt. Dat is een succes. Zo, dit is mijn volgende bikini. Die heeft hier zo strikjes. Hier kunt u het ook strakker trekken. Zit vanachter ook heel mooi. Van boven ook.
Dit was dus niet voor rond uw nek, maar voor hier van voor strakker te trekken. En van achter kunt je dat bandje nog aanpassen. Zit super goed, dus een succes cover-up wat ik had gekocht. Super mooi, super bohemian. Ik heb er ook een nieuw bikini onder aan, die toon ik jullie zo dadelijk. Maar is super fijn, zit super nice. Eigenlijk ideaal om naar het strand te gaan, maar je kunt er ook een short onderaan doen met gewoon een topje of een bikini top. Super fijn. Dit is de volgende bikini. Super mooi. Dat is die mintkleurachtige bikini. Zit super mooi ook van achter. Is super stevig hier. Dus daardoor dat je dat met drie lintjes bindt. Dus één is gewoon en de andere is voor die beugel goed stevig te houden en dan rond je nek. Ook die twee zijn een succes. Dit is de derde, vierde. Ik denk vierde bikini. Ik weet het al niet meer. Super mooi. Three piece. Met zo'n soirée bij, denk ik dat het noemt. Dit is het broekje. Super mooi. Zit super goed. Ook van achter zit het super mooi. Dus perfect. Dit is het topje. Beugel moet dus met de opening naar boven. En van achter heb je zo drie streepjes. Dus. Succes! Oké, dit is de volgende outfit. Super mooi wit kleedje. Ja, dit is dat bohemian topje. Het is wel zo nipt. En dan kun je gewoon short dragen, maar ook ja, lekker om te zwemmen. Dus. Soort van een ziekte. Zo, dit waren mijn outfits als ik heb gekocht op Shein. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Alle info staat in de description of beschrijving. Met alle links naar elke outfit, juweel, weet ik veel wat. Dus het was super mooi. En ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad.